En ze gaan samen regeren. Maar jij wil geen lijstverbinding met alle linkse partijen. Dat wil je weer niet. Je wil wel je eigen afdelingje houden. Ja. Je wil ook niet, je hebt ook niet de guts om te zeggen, weet je wat, D66 en GroenLinks lijkt zo op elkaar. Jongens, we moeten verder. We moeten door. We moeten naar een politieke partij. We gaan door naar een samenwerken in een kabinet. Naar een gedeelte van de wereld waar nauwelijks democratieën zijn. Ik geloof dat Israël de enige democratie in de buurt daar is in het Midden-Oosten. Sander van Hoorn, dat lijkt me al een reden om daar eens weg te willen. Als je in al die landen zit waar geen democratie is en waar een hoop ellende is. Nou, als dit dan het dagelijkse debat wordt, dan kan ik net goed daar blijven. Er zijn nog veel meer debatten. Hoewel, jij gaat naar Brussel. Ja. Over de democratie. Van de regen in de drup, om het maar zo te zeggen. Waar ze trouwens een cordon sanitair geprobeerd hebben. En nou ja, dat heeft ook niet structureel iets op. Nou, je kunt zeggen dat overigens wat er in België is gebeurd, dat toch wel ertoe heeft geleid dat het Vlaams Belang nu zonder leesbril niet meer zichtbaar Klopt. Is, hoor. Ja. Alleen dat was in een tijd voor grootschalig internetgebruik, voor Trump en Brexit. Ja. En je kunt die dingen niet met elkaar vergelijken, denk ik. Danny, jij bent geboren in Libanon. Ja. Jij maakt een serie Arabistan. Je gaat ook weer dus terug naar het Midden-Oosten. En het is moeilijk om vrolijk over het Midden-Oosten te praten. En dat gaan we toch doen door in ieder geval te beginnen met een schitterende dame, Haifa. Laten we even naar de kijken en dan vertel jij wie zij is. Hey guys, this is Akshan Haifa. Do you guys like Haifa? Yeah! What do you like Haifa? No, listen. Listeners love Haifa a lot. I'm very sexy. What do you like Haifa? She's on and back. The contrasts are so great, gewoon. Naakte vrouwen hier op het podium, bijna. Achter me, ook meisjes van mijn hoofd toe. Iedereen heeft net zijn zin, iedereen vindt het geweldig. Waar zijn we hier? We zijn gewoon in Beirut eigenlijk. Ja. En zij is zeer populair? Ja, niet omdat ze zo goed kan zingen, laten we dat voorop stellen. Ik denk dat heel veel Libanezen boos zullen zijn. Dat Haifa als een soort groot. Maar zij is echt heel groot. En puur omdat ze zo sexy is. En ze heeft een bepaalde uitstraling. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik haar zag daar, toen begreep ik wel waarom ze dat doet. Ze pakt je gewoon in. Ik zie hier hoe dat gebeurt. Ja. We hebben de beelden, Danny. Ja. Ja. Jij hebt ook een dame op je arm gezet, getatoeëerd. Dat is ook een zangeres, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Wie is dat? Dat is Feyrouz. En ken jij haar? Ja, de muziek kent iedereen, tuurlijk. Maar weet je ook hoe ze eruit ziet? Oud, inmiddels. Ja, laat even zien. Nou. Waarom heb je dit gedaan eigenlijk? Volgens mij houdt iedereen van Feyrouz in de Arabische wereld. Voor mij is dat een link naar Libanon, naar mijn jeugd, zeg maar. Ja. Weet je, als je een liedje van Feyrouz hoort, maakt niet uit welk Arabisch land je bent, je hoort altijd Feyrouz. En dan moet ik wel aan Libanon denken, aan mijn jeugd. Ja. Wat eigenlijk een beetje weg is. Hè. Ja. Ik woon al bijna 25 jaar in Nederland. En ja, dat is toch wel een enige link met Libanon. Als je nu daar bent en terug bent gegaan, ik kan me niet voorstellen dat je dan een vrolijke reis hebt eigenlijk. Of is dat wel zo? Nou, Jochem zit hier achter, is mijn eindredacteur. We hadden 3 jaar geleden bedacht we dit. We moeten wel een andere kant van de Arabische wereld laten zien. Ze lopen niet alleen maar mannen met bomgordels om of wat dan ook. Ze leeft veel meer in het Midden-Oosten. Ook leuke kanten eraan. Die zijn er wel, alleen je moet echt goed zoeken om die te vinden. En als je iets vindt, zoals deze jongens bijvoorbeeld in Gaza, dan doen ze het puur omdat ze gewoon het leven daar echt zat zijn. En ze willen gewoon een afleiding hebben om gewoon al die problemen, al die shit in de Arabische wereld te vergeten. Ja, je bedoelt, dit is geen vrolijkheid wat we hier zien. Dit is meer een uitvlucht, escapisme om even vrolijk te zijn, omdat het zo ellendig is. Ja. Ja. Ja, zeker. Is dat voor jou eigenlijk toch de belangrijkste reden om daar weg te gaan? Nee, dat is een optelsom, maar dat is er zeker één van, ja. Want de verhalen die Danny dus heeft kunnen maken, dat is geen nieuws. Het nieuws is heel cynisch, dus ik krijg dat soort verhalen al nauwelijks te maken, behalve in een zomerkolom. Ja. En dan is het wel een asgrauw wereldbeeld. En op een gegeven moment hoor je jezelf uitleggen, voordat een diplomatiek proces begint, dat het gaat mislukken. Ja. Terwijl het proces bezig is, hoor je uitleggen dat het aan het mislukken is. En dan na de hand hoor je jezelf uitleggen waarom het mislukt is. En dat is precies de reden die je... Ja, op een gegeven moment is dat mooi geweest. En ook is het... Er zijn weinig positieve verhalen verteld de afgelopen 11,5 jaar in het Midden-Oosten. Ja. Dat merk ik wel. Dat hakt erin. Je hebt 2 kinderen, hè? Ja. Hoe oud zijn die? 7 en 9. En die gun je ook nog wel wat anders dan deze ellende. Ja, en het is zeker niet verkeerd opgroeien in Libanon. Dan heb je echt wel een van de betere landen nog altijd in het Midden-Oosten. En zeker, daar zijn ze. Amber en Lotte. En daartussenin is Rianne, mijn vriendin. Ja. Overigens in Sri Lanka gemaakt op een vakantie, deze foto. Maar je merkt dat zij wel... ze krijgen heel veel mee. Ze leiden een rijk leven. Omdat ik in verhouding daar rijk ben. Er is veel armoede in Libanon.
Ze spreken Engels en Nederlands gelijkwaardig, Frans en Arabisch als vreemde talen. Ja, dat neem je ze niet meer af. Maar de zelfstandigheid, de vrijheid waarmee Nederlandse kinderen opgroeien, het staat bovenaan alle lijstjes, het geluk van kinderen in Nederland. Ja, dat heb ik ze hun hele leven lang al onthouden. En dat vind ik eigenlijk... Ja, maar zo'n lijstje is ook een feit, hè? Ja, ja precies. Ja. Ja, het gaat om het gevoel. Ja, ja, nou, dat voelen zij ook wel. Als ze in Nederland zijn, dat ze gewoon de straat op kunnen rennen. Kan niet in Libanon. Dat ze naar een speeltuin kunnen fietsen. Kan niet in Libanon. En dat ze naar vriendinnetjes kunnen lopen. Ja, waanzinnig. En dat geldt ook voor al die kinderen die niet het geluk hebben. Dat ze een vader hebben die op een gegeven moment zegt van... jongens, we gaan naar een ander land toe. Ja. Werd jij er teleurgesteld van, als je daar zo... Nou, het duurde wel een paar weken voordat ik even weer bijkwam. Want je ziet zoveel ellende. En dan denk je van, shit, elke keer dat je teruggaat naar je hotel... dan denk je van, ik kan hier gewoon douchen, ik heb gewoon water... ik kan gewoon normaal eten als ik wil. En ik weet dat ik terug ga naar Nederland... waar het gewoon inderdaad allemaal goed geregeld is. En elke keer bouw je toch wel een bepaalde band bij de mensen walk op. Walk of shame. Ja, ja, ja. Wat ja. is dit? Dit is als je van Israël naar Gaza gaat. Dan loop je 2 kilometer in zo'n kooi eigenlijk. Ja, je weet niet wat je ziet, want dat was mijn eerste keer daar. En ja, eerst kom je zo'n muur tegen. Maar eerst moet je door 30 poorten heen. Helemaal gecheckt, dat gaat zomaar door. En dan 2 kilometer door zo'n poort heen. En dan komen van de Palestijnen met zo'n golfkarretje, volgens mij. Mensen ophalen en wegbrengen, zeg maar. Wij liepen de 2 kilometer heen. Want we vonden het best bijzonder eigenlijk om door zo'n kooi heen te lopen. Ja, het is gewoon een niemandsland, wordt het genoemd. Deze tunnel was het eerste moment dat ik dacht, ik moet weg. Ik was weg uit Israël-Palestina. Ik zat al in Beirut, het was mijn conflict niet meer. Ik was blij dat ik er weg was. En ik moest er toch weer naartoe vanwege die oorlog. Ja. Ik kende die jongens nog. Ja, ja. Ik kende de namen van hun kinderen. Ja, ja. Ze zaten er nog steeds. Ja. Met dezelfde ellende. De tijd staat stil daar. Hè? Het is zo erg. Oh, en dat heeft me echt fysiek en psychisch aangegeven. Ik was kapot. Danny, toen de aankondiging was dat je dit soort programma's ging maken... Arabistan, toen helft de PVV zelfs al Kamervragen... omdat ze bang waren dat je propaganda voor de Arabische wereld zou gaan bedrijven. Ja. Laten we even naar een fragment gaan. Jij bent op een gegeven moment in een ISIS-wijk, hè? Een wijk... We waren in Jordanië en daar gaan... Het is een arme streek. Ma'an is een kleine dorpje eigenlijk. Heel veel arme mensen. En goed, als je geen baan hebt en je bent arm... en komt iemand naar je toe en zegt... joh, zak geld hier, wij zorgen voor je familie. Ga maar in Syrië vechten. En je bent wanhopig, ja, dan kies je er wel voor. En ja, er zijn wel dames die stalen ballen hebben, hoor. Die in zo'n wijk gaan en zeggen van... joh, dit is niet de islam die wij kennen. En wat jullie doen, dat is gewoon... Nog even terug naar je tegen. Ja. Die prachtige blote mevrouw waar jij dan in de buurt was. Wordt zo'n act nooit opgeblazen? Want dat is, daar is nou, die Esther ook... Ja, zeker. Nou, het was toen echt heel goed beveiligd. Het was overal beveiligd. Niet dat dat heel wat zegt, hoor. Want op een gegeven moment stond de beveiliger binnen. Of tenminste, het leger stond binnen die selfie wilde maken met Haifa. Dus hou je moet geweer even vast. Ja. Nou ja, bijna. Ik moest foto van hem maken. Ja. Dus dat terzijde. Maar het was heel goed beveiligd. Maar dit soort mensen lopen wel een risico, ja. Zeker zo'n grote... En het was ook Ramadan. En ISIS dreigde toen al een beetje met... Maar dat is een van de redenen dat het allemaal in Libanon wordt opgenomen, dit soort shows. Omdat is het risico in elk geval wat kleiner dan bijvoorbeeld in Jordanië. Ja. Alleen het mooie aan de Libanezen is dat ze iets hebben van... wij leven vandaag, we willen gewoon feesten, wat morgen gebeurt. Dat zien we dan weer wel. Ja. Laten we even teruggaan naar de Jordanië. Naar dat gesprek over die IS-familie. Althans, het is een familie die praat over... het is een zoon en een broer die ze kwijt zijn geraakt omdat hij voor IS gaat. Kijk even naar een klein fragment. Tawlat islamie baqiya. لما كنت تشوفيهم كنت تخافي؟ طبعا اول شيء لما كنت اجي على الدوام كنت اخاف تقريبا 6 شهور من لما كان هو موجود عندنا ربى لحيه والتزم وصار يطلع ما يقطع فرد يعني فجاه سمعنا انه هو بسوريا هو كمان واحد اتصل فينا وحكى انا بدي اعمل عمليه واذا استشهدت ادعوا لي واذا عشت هيني راح احكي معكم مستشهد. Ja, jij kent het eigenlijk allemaal, Sander. Ik zie jou knikkend van, ja, dit zijn de verhalen die ik ken. Ja. Je hebt een verhaal meegenomen. Dat moet je even inleiden bij ons. Wij kennen natuurlijk de Yazidis. Omdat bijvoorbeeld toen ze op die berg op een gegeven moment zaten... zijn daar schitterende reportages van gemaakt. Bovendien zijn het mensen die er allemaal ook nog eens heel fotogeniek uitzien. Ik zit er nog 8, 9 maanden, hoor. Ja? Ja. Dus, ja. Oké, je zit er nog even. Ja. Maar toch is dit een... Is dit een goed, dat afscheid, dat staat er dan. We zullen tussen aanhalingstekens zetten. Maar even terug naar de Yazidis. Want wat gaan wij zien? Nou ja, wat je gaat zien is... het leed, wat iedereen natuurlijk wel kent... maar
hoe je dat soms zelf persoonlijk aan kan grijpen. En wat ik ook af en toe terughaal om normaal te blijven, ga ik zo meteen uitleggen. Maar ook wat je nog gaat zien als Mosul bevrijd is. Want dit zijn meisjes die vrijgekomen zijn. Die in een soort therapeutisch toneelstuk dat naspelen. Dat ga je nog heel veel meer nodig hebben. En die hulp die is onvoldoende. Dus dat eventjes kijken naar de toekomst. Maar ik was er aan het filmen, een reportage over de hitte. Het was 50 graden in het vluchtelingenkamp. Ik moest nog eventjes naar een toneelstuk kijken. Je denkt, oh nee, daar gaan we weer, zo'n verantwoord toneelstukje. Ik kwam binnen en ik zag dit. Een klaslokaaltje in een van de vele vluchtelingenkampen voor jezidis in het noorden van Irak. De spelers hebben het zelf meegemaakt, het publiek ook. Hoe gezinnen uit elkaar werden gerukt. Mannen gedood en vrouwen verhandeld. Zij spelen de werkelijkheid en deze emoties zijn niet gespeeld natuurlijk. Het is een van de weinige keren dat ik daar heb weer bijna staan janken. En dit is ook iets wat ik zelf mezelf wel eens 10 keer achter elkaar laat zien om weer terug te janken. Om het erg te blijven vinden wat je allemaal ziet en meemaakt daar. Om niet af te stompen. Want dat is natuurlijk het makkelijkste om te proberen. Er een muur tussen te zetten. Ja. Ja. Is dat ook een reden om weg te gaan? Ja, want het moment dat je afstomt of dat jezelf groter vindt dan het verhaal, dat moet je proberen voor te zijn. Ik denk dat dat wel op tijd is nu. Ik merk dat ik er nog steeds om kan huilen. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. Je raakt ook afgestompt door leed wat je ziet. Wat moet je zeggen? De hopeloosheid. De hopeloosheid, ja. En nu mag iemand anders dat een keer gaan vertellen. Ja. Danny, jij wilde dit wel gaan doen eigenlijk, hè, wat hij doet. Ja, klopt. Maar het wordt een procedure. Ik heb Sander ooit, toen ik nog op de school van journalistiek zat, heb ik hem gemaild. Ja. Toen heb ik hem gebeld. En dat duurde een paar maanden. Ik wilde stage bij hem lopen. Toen zat hij niet Tel Aviv, maar in Jaffa. Ja, oké, daar zat je. En hij twijfelde. Ik heb nog nooit stagiair gehad. Ik zei, joh, laat me nou gewoon stage lopen. Dat is mijn droom om een correspondent te worden. Midden-Oosten correspondent. Ik spreek Arabisch, alles. Hij twijfelde heel erg. Uiteindelijk is het helaas niet geworden. En daar baalde ik wel ontzettend van. Ja. Zou je het alsnog willen? Niet als stagiair. Nee. Maar ik bedoel, je maakt nu reportages. Je hebt ervaring. Je spreekt Arabisch. Dat is een enorm voordeel. Ja, goed. Het lijkt me vanzelfsprekend dat een Arabier eigenlijk in het Midden-Oosten correspondent wordt. Alleen volgens mij denken ze bij de NOS daar anders over. Maar als het aan mij vraagt, zou ik dat... We hebben heel veel discussie gehad natuurlijk over mag een Jood correspondent zijn in Israël. Dus ik vind dat geen logische zaak. Ik vind de Arabier in het Midden-Oosten ook geen logische zaak. Ja. Alleen je hebt een aantal voordelen. Je valt niet op. Goed. Dat is soms heel handig. Ja. En je spreekt de taal. En maar zou je het ook willen? Want wat mij opviel, zei, de mooie verhalen kan je eigenlijk niet maken. Want dat is geen nieuws. Mm-hmm. Dat is wel de kans die jij nu probeert te... Ja. Maar als hij zegt, het is geen nieuws, dat is ook wat je van je hoofdredactie neem ik aan krijgt. Ja, en dan... Is dat iets wat je dan wel zou willen? Want nu heb je veel meer vrijheid om in beeld te brengen wat daar gebeurt. Ja, het was altijd mijn droom, daarom ben ik eindelijk journalistiek gaan studeren. Dus ik zou nu gek zijn om te zeggen, nee, dat wil ik niet. Oké, genoteerd. En bovendien, dat heb je na 11 jaar, maar dat heb je niet na 1, 2 of 3 jaar. Maar mag ik jullie als kennis wat vragen? Kijk, wij zijn een kleine land dat verslag doet van de ellende daar. Jij als correspondent, jij als journalist, jij gaat er naartoe, maakt er een programma over. En hoe is dat nou in hun eigen wereld? Per hoofd van de bevolking zijn daar de rijkste landen van de wereld. De Emiraten, Saudi-Arabië, Qatar. Komt die ellende ook bij hun op de televisie? Daar ben ik ook geweest. Die schaamte. Daar ben ik ook geweest. Ik mocht trouwens in heel veel landen niet binnenkomen. Saudi-Arabië, die wilde me niet. Die hebben we gegoogeld. Qatar, idem dito. Ik ben wel naar Dubai, naar Abu Dhabi geweest. Die mensen leven in een eigen wereld, joh. Die maken zich druk over de wolkenkrabbers, de auto's en weet maar ik wat allemaal. Maar dat voelen ze omgekeerd wel, hè? De woede op de Arabische wereld die ze in de steek laten, dat wordt wel gevoeld. Oh ja? Elke vluchteling zal zeggen van waarom krijgen wij geen steun uit Qatar?
Ja. Die laten niemand binnen. Nee, maar Dubai steunen Barcelona. Waarom ben je geweigerd? Waarom ben ik geweigerd? Ze gingen me googlen. Ja, ik heb natuurlijk bij Poont gezeten. En als je bij Poont hebt gezeten, dan mag je niet in Saudi-Arabië. Nee, dames en heren, in Saudi-Arabië stond een keertje voor een stoep. Ja, dat was geen fijne ontmoeting. Dus vandaar dat hij denkt van, nou, die laten heb je een klap gehad, toch? Nee, dat.